Een hele goede middag. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Vanochtend hebben we het gewoon heel druk gehad, hè papa? Ik ben eerst wezen bloed prikken. Dank. En toen was Niels, moest gauw met Jordi naar de logopedie. En toen Niels weer terug was, ben ik boven verder gegaan. En ben boven nog niet klaar. Maar de kindjes moeten naar bed, dus dan kan ik niet zoveel herrie maken. Jordi heeft net zijn middagflesje op. Maar papa, vertel eens. Hoe deed hij het bij logopedie? Ja, hij heeft er goed mee gedaan. En hij was blij om Ilse weer te zien. En als we dan stiekem de andere kant op keken, dan ging hij ineens wel heel goed zijn best in. Nou, dat is bekend bij Jordi. Maar ik ben trots op hem. Hij kan meer dan dat hij af en toe laat zien, hè, papa? Ja, en vaak is het ook zonder druk, doet hij het gewoon. Ja. En hij zit op de grond. Ja. Hij kan vanzelf de bank op en af, hè? En dat doet hij heel goed, hè, papa? Probeer je niet kiepen, hè? Liam die ligt al op bed. Ik ga zo dadelijk even verder hier met het eten voor straks. En even wat opruimen, want het is weer één grote pestbende. En dan gaan we straks naar het schooltje van Jordi. Ben benieuwd. Nou, we hebben een gesprek gehad bij het schooltje voor Jordi. En wanneer gaat hij beginnen, papa? Maandag al. Yay! Dan moet ik een paar dingetjes eventjes nog regelen. Extra luiers, dat soort dingen, dat dat daar allemaal te liggen komt. Zodat hij in ieder geval daar alles heeft. En nu gaan we naar onze volgende afspraak. Ja. Even denken hoe ik moest rijden. Over de weg. Maar ja, in ieder geval, daar gaan we nu dan heen. Ja. En daarna gaan we in huis. Het kindje zit er goed bij, tante Bianca. Toch? Hé hey Jordi, ga je volgende week naar school? Jordi. Ze kijken echt naar jou uit. Ze zijn blij dat je maandag al komt. Ja, niet de lamp op eten. Nee. Moeten we hem eigenlijk ook een keer eten geven? Misschien dat daar het probleem is. Ja, dan moet je bij Bianca zijn. Die heeft hem eten gegeven. Heb je geen eten gehad dat je de lamp op gaat eten? Maar het is niet in jouw buikje te zien dat je geen eten hebt gehad. Liam, ik lig al op bed, hè? De broertje. Ben je mijn knuffelaapje? Mag papa dat niet doen? Mag papa zo knuffelen? Ga papa jouw broekje doen en dan kun je nog even spelen. Flesje heeft hij al op. Dan gaat hij tanden poetsen. Ja. Kunnen we even spelen, hè? Een hele goede morgen. Ben je nou net scheetjes aan het maken, Jordi? Gisteravond had ik nergens geen puff meer voor. Niels heeft gestofzuigd en gedweld. En ik ben gewoon lekker mijn bed in gegaan en gaan slapen. Dus. En deze grote vent, die heeft vanochtend nog wel gespookt. Ik ben een keer een kus gaan geven en Niels is ook een keer een kus gaan geven. En Liam heeft ook een beetje gespookt. Nou ja, dat steekt elkaar natuurlijk aan, dus dat is niet erg. En nu zijn we het nieuws aan het kijken. En komt dadelijk de fysiotherapeut. Want je hebt weer fysio, hè Jordi? Ja, je hebt weer fysio. En dan gaan we vertellen dat je volgende week
voor de eerste keer naar schooltje gaat, hè? Ja. Even zijn fles wegzetten. Hé? Ga je nou met de rug naar mama toe zitten? Liam die staat hier de boel af te breken, want die wil er eigenlijk uit, maar dat doe ik nou even niet. Ik ga dadelijk Jordi aankleden en Liam eventjes wat kleedjes aandoen. Hé hey Jordi? Ja. Hé hey grote vent. Ga je er vanaf? Ga je van de bank af? Ik ga nog heel eventjes met Jordi op de bank roelen. En dan is het tijd om hem aan te kleden. En Liam aan te kleden. Hij begint steeds beter te doen hoor, op en van de bank en dat soort dingen. Hij doet het mooi op zijn buik zo, er vanaf. En ja, hij leert het wel. Het is goed te doen voor hem. En hij vindt het ook hartstikke leuk. Dus dat betekent ook dat hij iets meer vrijheid krijgt natuurlijk. En dat is ook fijn voor hem. Dus ja. Heel lekker op de bank, hè? Hij zit steeds meer op de bank en dat vindt hij leuk. Ook met speelgoed wel eens. Hè? En Liam is niet blij met mij. Maar ja, ik ga heel eventjes verder met Jordi. Volgens mij spoort ze niet. Ze heeft de kussen dubbel gevouwen. Om er vervolgens bovenop te gaan liggen. Ja. Dat is de logica. Maar goed. Hier ligt inmiddels iemand nog steeds op de bank. En daar is iemand aan het spelen. De fysio wou die niet zo goed meedoen. Maar hij heeft uiteindelijk wel iets laten zien wat ze wou zien. En boom! Liam die ligt al op bed. Die was hartstikke moe. Die wou ook geen brood. Dus die ligt gewoon lekker te slapen nu. En deze grote vent, die heeft weer een pretletter. Zo zag hij dat hij straks was. Zo vrolijk is hij nu. Hij was straks echt zo grijnig. Hij was echt, er was geen diks mee te beginnen. Dus ja. Nou is hij zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk. Heel vrolijk. Heel vrolijk. Hup, boom. Hup, boom. Hup, boom. Hup, boom. Hup, boom. Hup, boom. Nou, de kindjes hebben inmiddels geslapen. Ik had hier een bult zitten, die heb ik zitten knijpen. Maar de kindjes hebben zitten slapen, of liggen slapen. En ze zijn allebei wakker. En dit is wat... En nu de situatie is. Ik heb de tablet aanstaan, dus... Ja, nou, maar dit is dus de situatie. Ja? En jij doet je broer etteren. Ja. En je loopt ook Joef langs. Net stond hij achter Jordi. Hij stond net achter Jordi, zodat hij Jordi deed te duwen. Dus, broederliefde. Ja, wat zijn jullie hier aan het doen? Zijn jullie een filmpje aan het kijken? Hè? Ja? Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ik ga nou even drinken maken voor Jordi. Hij krijgt er extra macrogolpoeder in. Want zijn ontlasting is iets of wat harder. Het is niet helemaal de consistentie. Dat is hem. Zoals het hoort. Dus dat ga ik hem even geven. En dan is het alweer bijna tijd om eten te gaan koken. We eten aardappels, spinazie en vissticks.
Daar heeft mama zin in. Dus dan gaan we eten. Zeker nu die Britse variant in aantocht is. Dat zou betekenen dat je 's avonds en 's nachts tussen bepaalde uren niet op straat gaat. Liam ligt al even te slapen. Jordi hebben vandaag geholpen met poepen, want zijn buik was best wel hard. En ja, ik heb hem net in bed gelegd. Ik heb hem nog wat melk gegeven. En ja, hij ligt nou net in bed. Hij slaapt nog niet. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ik ga heel eventjes een broodje eten. En ik heb net ook mijn boodschappen binnen gehad. Ook nog. Ik had weer besteld bij Picnic. Ik zei tegen Niels, ik doe al bestellen bij Picnic. Ik heb echt geen puf om nou naar de winkel te gaan. Dus dat hebben we allemaal geregeld. En Niels is nou heel eventjes naar een vriend van hem, want die had hulp nodig. Bij iets wat hij gemaakt had. En ja, weet ik het. Ik hou mij daar helemaal niet eens mee bezig. Dus Niels is daar eventjes heen. Die komt dadelijk weer terug. En ik ga hier daar nog eventjes opruimen. Niels had al de vaatwasser en dat soort dingen allemaal gedaan voor mij, zodat ik niet hoef te bukken. Dus ja. Ik ga heel eventjes wat eten en dan ga ik hier even aan de gang. En dan doe ik dadelijk met Niels even afsluiten. En dan kan ik de boel editen enzovoorts. Dan slaapt Jordi zonder enkel probleem. Is er iemand anders wakker? Ik was bezig met opruimen en zo. Toen was hij wakker. Ik denk dat hij last heeft van zijn tandjes. Garen. Maar ja. Ik ga hem daar een beetje fles geven. Ik laat hem heel even tot rust komen. Even lekker kan spelen. Dan doe ik zijn luiertje. Flesje geven, een beetje Dentinox. En dan kijken of hij gaat slapen weer. En het gewoon afwachten. Niels is thuis. Was gelukt? Ja. Mooi. En nou gaan wij lekker slapen. Kindjes slapen ook, toch? Huh? Kindjes slapen ook, toch? Ja. Mooi. Ja, Liam is dan dus ook in slaap gevallen. En wij gaan ook slapen. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.